Uw gastvrouwen voor vandaag, Monique, Rob en Vrouwtje. Lieve mensen, er ging net even van alles mis, kregen we mee. Maar van harte, harte, harte welkom in het tweede uur. Waarin we zo dadelijk contact gaan zoeken met Jannes Wiersma. Die ons het weerbericht van de komende week komt vertellen. Dat mag ook niet missen op deze dag. Nou, absoluut niet. Ik hoop dat hij beter weer voor ons heeft. Ja, dan weten ze tenminste wat we aan moeten volgende week. Ja, toch ook wel een vrouwendingetje. Ja. Wat moet ik aan? In jullie geval wel, dacht ik. Ja, hij gaat over. Hij gaat over. Hallo Jannes. Hallo, oh nee, al, dit is er niet zeker. Nee, ja, nee, Jannes. Hallo dames. Hey Jannes. Vrouwtje en Monique. En Rob. Dat wist je toch, dat wij er zouden zitten? Ja, dat wist ik wel, maar ik dacht dat allemaal er ook bij zaten. Ja, die staat tegenover ons. Ik heb geen microfoon. Hij heeft geen microfoon. Maar, en Jannes, even een vraagje. Kijk je ook mee via de webcam? Nee, ik kijk nou niet mee. Oh, daar hadden we even naar je gezwaaid, Jannes, als je mee had gekeken. Ja, nou, ik doe dat nou maar niet. Ben ik straks weg is. Oh. Dat hebben wij hier nou nooit. Wij vragen niet door, Jannes. Maar goed, breek brand maar los met jouw weerbericht voor de komende week. Want dan zijn we natuurlijk heel erg nieuwsgierig naar. Want blijft het zo koud? Ja, blijft het zo koud? Ja, eigenlijk wel. Te koud voor de tijd van het jaar. Ja, ja, ja. Jullie willen nou zeker langzaam een beetje zomer, of niet? Ach, heel graag, Jannes. Ik wil t-shirtjes, korte rokjes. Zo zomerjurkjes, hè? Winterjas in de kast. Zo'n vrouwending, hè? Nou, zomerjurkjes kunnen jullie nog wel even een poosje in de kast laten. Want dat zit er voorlopig nog niet in. Oké. Dus daar kun je wel rustig op zijn. Maar er gaat wel ietsjes weer veranderen. Vandaag was het al iets beter. Tenminste, hier langs de kust kwam de zon er vanmiddag een beetje doorheen. Ik weet niet of jullie de zon hebben gezien vandaag. Ben je er nog? Ja, ik ben er nog hoor, ik ben er nog. Ik vraag of jullie de zon ook hadden gezien. Jannes, ik gaf echt antwoord. Ik zei volgens mij vanaf een uur of vijf. Hij is goed. Dat doet Albert. Hij bekend. Dan viel er net even wat weg, want ik hoorde jullie niet. Dus, nee, Albert zei dat deed hij. A boycott. Ja. Oh, op die manier. Ja. Maar voor vanavond en vannacht is er nog redelijk veel bewolking. Dan komen er later wel weer wat meer opklaringen. En dan gaat de temperatuur dalen naar ongeveer 6 graden vandaag. En voor morgen en maandag is het wisselend bewolkt met een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. En het wordt 13 of 14 graden, dus dat wordt al ietsjes warmer dan gisteren. Want gisteren was toch echt wel een dieptepunt met, of vrijdag was dat met 7 graden, dus we gaan ietsjes omhoog. In de nacht naar dinsdag toe, dan is het 1 of 2 graden. Oh. En dan is de kans op vorst aan de grond, dus de gevoelige plantjes moeten jullie wel even binnenhalen echt deze week. Maar dat is even plastic. Oh, nou dan doe ik het. Maar voor de geraniums en zo, maar we gaan nou deze week zitten we in de ijsheiligen. En dat is altijd een gevaarlijke periode. Dat zei je vorige week ook al inderdaad. Ja, dus dat is deze week, die ijsheiligen. Dat is nu deze week. Ja, oké. En na deze week, dan kun je meestal de gevoelige planten wel poten. Want dan neemt de kans op nachtvorst wel sterk af. Maar voor dinsdag is het redelijk zonnig en met temperaturen van 1 graad of 14. De noordwestenwind is matig tot vrij krachtig en het blijft droog. Woensdag en donderdag brengt meer bewolking met mogelijk weer een spatje regen, maar grote hoeveelheden worden niet verwacht. En ook met toch op donderdag met hemelvaartsdag, dan wordt het toch wel redelijk weer. Alleen de temperaturen blijven toch een beetje aan de lage kant. Ja. 10, 11 graden. En pas tegen het weekend dan gaan die weer ietsjes omhoog. En, als het maar droog is, Jannes, tegen de kou kunnen we ons verkleden. Ja, zo is het. Vrijdag komt de zon weer meer tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt ongeveer dan 15 graden. Dus Het blijft, niet, het is niet erg redelijk. Niet slecht, zeg maar, maar het kan beter. Ja, ja, ja. Ja. Dan hebben we een hele mooie april gehad, dus mij dan het dan weer een beetje bezuren. Zeg maar ja, Jannes, dat is geweest april. Ja. Je hebt zo'n diepgang, vrouw. Ja, maar de meeste mensen willen ook wel echt wel een beetje warmer weer. Maar dat zit er dus van de week nog niet in. Nee, dan hopen we dat het volgende week, dat jij dat aan Albert kunt vertellen dat het dan een stuk beter wordt. Wou je nog iets tegen ons zeggen misschien? Nou, jullie doen het programma goed. Dank je. Dankjewel, Jannes! Ja,
Yes. Hoe groot is dat hakje bij jullie? Want ik heb jullie niet gezien op de webcam, maar volgens mij is dat hakje vrij groot. Maar hoeveel man zitten jullie daar nou? Met z'n vieren. Als je naar de website van Webstation PIS gaat, www.pis.nl, en dan zie je aan de linkerkant kun je chatten en kijken. Oké, ik zal zo even kijken. Nou, klik ons even aan, dan zwaai je straks even naar. Nee, dat is prima. Ja? Kan ik dan ook chatten? Ja, ja hoor. Log maar in. Hartstikke leuk, Jannes. See you on the chat. Hey, Jannes, tot volgende week. Tot volgende week. Zijn jullie er dan ook weer? Ja, tuurlijk. Wij luisteren. Heb je John maar weggestuurd? Ja, John. John zit thuis. Ja. Ik ken geen John. Hey, Jannes, hartstikke bedankt voor jouw inbreng. En tot volgende week. Oké. Dag, Jannes. Hi. Doei.